Een WK voetbal in een land waar mensenrechten worden geschonden. Je weet wel, Argentinië 1978. Maar je dacht waarschijnlijk Qatar 2022. En dat is logisch ook, want de ophef rondom die twee toernooien is vergelijkbaar. Over het komende WK is het de laatste tijd al heel veel gegaan. In deze video gaan we het hebben over dat andere toernooi, 44 jaar geleden. Een WK waar, als het aan een stel populaire cabaretiers lag, Oranje nooit aan had meegedaan. Die spelen van Berlin. Uitgerust. Jetsen over dit spoor. Roosendaal is niet slecht. Roosendaal loopt op de derde plaats nog. Het wordt een hevige strijd. Goals voor Ada. En een risico kan niet zetten. Rentebrink tegen de paal. Is dat paard? Que todos deseamos. 1966, 12 jaar voor het WK voetbal in Argentinië begint, krijgt het land het toernooi toegewezen door de FIFA. Maar in de jaren daarna beginnen steeds meer mensen te twijfelen of dat nou wel zo'n goed idee is. In die tijd is het namelijk alles behalve rustig in Argentinië. In 1976 pleegt het leger een staatsgreep en komt Jorge Videla aan de macht. Onder zijn leiding verandert het land in een militaire dictatuur, een junta. In die junta is de vader van koningin Maxima minister van Landbouw. Veel Argentijnen komen in opstand tegen het regime, maar de junta slaat hard terug. Al snel gaan er verhalen over martelpraktijken in concentratiekampen en zogenaamde dodenvluchten, waarbij mensen gedrogeerd uit het vliegtuig worden gegooid om nooit meer terug te vinden. Het is duidelijk, in het Argentinië van een halve eeuw geleden worden mensenrechten geschonden. En hoewel op een andere manier, in het Qatar van nu gebeurt dat ook. Veel mensen vinden dan ook dat WK van dit jaar had nooit in Qatar georganiseerd mogen worden. Anderen vinden dat het niet uitgezonden moet worden. En er zijn mensen die oproepen tot een boycott. Net als in 1978. Ik lag in bed 's nachts en ik werd wakker en dacht, ik ga straks naar die WK kijken. Daar had ik me natuurlijk al op verheugd. Maar ik had berichten gelezen dat daar in Argentinië een junta heerste die nogal gewelddadig en rigoureus ingreep. Dit is Freek de Jonge, een van Nederlands bekendste en succesvolste cabaretiers. Al zijn hele carrière is de Jonge niet bang om kritisch te zijn op politiek en maatschappij. En dus ook niet in 1978. Die twee dingen bracht ik bij elkaar en dat kon ik niet met mijn geweten verenigen. En toen kwamen we met dat idee om te gaan pleiten voor een boycott. Nederlands elftal niet naar Argentinië. Samen met Bram Vermeulen vormt de Jonge in die tijd het cabaretduo Neerlands Hoop. De twee willen er alles aan doen om aandacht te vragen voor de situatie in Argentinië. En dus komt er een cabaretvoorstelling. Waarde meneer Vermeulen en ik van mening dat gezien in het licht van de huidige ontwikkeling in deze samenleving waarin polarisatie de mensen uiteendrijft en geen enkele discussie over welk onderwerp dan meer mogelijk is, omdat degenen die aan de goede kant het gevoel hebben dat ze aan de goede kant staan en daar niets aan hoeven te doen en degenen die aan de slechte kant staan alleen maar profiteren omdat degenen die aan de goede kant staan niks doen, hadden wij het gevoel om van hieruit te beginnen met een klein stukje verbetering van de hele wereld. 3, 4! En nou ja, dat werd dan ook het programma Bloed aan de Paal. Bloed aan de paal dus. Een titel die na het toernooi briljant gekozen blijkt. Maar daar komen we zo nog wel op terug. Eerst nog even die actie van Freek de Jonge en Bram Vermeulen. Want alleen een cabaretvoorstelling was niet genoeg om een boycott voor elkaar te krijgen. Wat doe je dan? Je moet natuurlijk in gesprek komen met politici. Dus we gingen naar de Kamer. Men fixeerde zich op die boycott. Maar die boycott was geen doel op zich, dat was een middel. Het doel was natuurlijk niet dat die WK niet door zou gaan. Het doel was dat die junta daar zou verdwijnen en dat de wereldgemeenschap zou zeggen, luister eens, dat kan helemaal niet, dat moet anders. En dat is helemaal niet eens aan de orde gekomen. Dus dat is iets wat ik niet begrepen heb en nog steeds niet begrijp. Dat er dus een discussie is ontstaan over deze zaak, ik dacht dat het wezenlijk belangrijk was. Maar je kunt natuurlijk ook eens een keer zeggen, jongens, laten we die reuzenstap nemen.
Want gezien in het licht van de historie en wat we daar kunnen verwachten, kunnen we beter meteen zeggen van laten we nou onze vingers niet branden. Ik kende wel een paar voetballers en die kwam je dan tegen. En ja, dat werd dan toch wel een beetje ingewikkeld. Want ja, zij wilden natuurlijk graag daar voetballen. En wij pleiten dan voor nee, niet. Als voetballer heb je dus een bepaald ideaal en dat is Nederlands elftal. Het is het wereldkampioenschap en het zijn de Europese kampioenschappen. Dat is gewoon ideaal voor een voetballer. Waarom moet je dat na zoveel jaar werken ineens weggooien? Door dus twee mensen die eigenlijk die actie dus op touw zetten. Waarom niet 3,5 jaar geleden? Nou, je zou het niet doen voor die twee mensen, maar voor die mensen in Argentinië natuurlijk. Ja, oké. Wij weten dus wat voor dictatuur daar is. We zijn er allemaal mee bezig. En ik vind het enorm jammer voor die mensen, dus dat ze geen vrijheid hebben. Maar god, je gaat erheen om je werk te doen voor Nederland. En dat wil ik dus graag doen. Natuurlijk is het zo dat wij op de hoogte zijn van de situatie in Argentinië. We staan er zeer gereserveerd tegenover. Meneer Hogewoning was toen de baas van de betaald voetbalafdeling. En die had niet meer staan in die groente. En ik vind dus dat ons standpunt juist is. Nee, het was iemand zonder enige empathisch vermogen. Was ook heel erg boos op ons en... ja, zag zijn feestje verstoord. Maar als je de wereld wilt veranderen, je doet iemand pijn, dan ben je staatsgevaarlijk, dan is het land te klein. De meeste voetballers en de KNVB zijn duidelijk niet erg fan van een boycott. Maar het cabaretduo krijgt ook het publiek niet zo makkelijk aan hun kant. Maar het bleef voor de mensen ver weg en dat... Het beeld van die WK, dat verblinden ze verder dan. Het is niet makkelijk, want je blijft in je hoofd zoeken... hoe kan ik de opinie zodanig bewerken dat men aan onze kant komt. De jongen probeert de publieke opinie te veranderen... door bijvoorbeeld met stakers in gesprek te gaan. En hij start, samen met Bram Vermeulen, een handtekeningenactie... 44.000 verzamelen ze er. Geen internet nog toen, hè? Dus dat waren echt ansichtkaarten met handtekeningen erop. Dat was veel. Wij geven nu een voorlopig hoeveelheid handtekeningen. We hopen dat de KNVB de komende weken die beslissend zullen zijn voor hun houding in Argentinië... zich nogmaals zullen realiseren wat hun aanwezigheid daar zal betekenen. Je werd vriendelijk ontvangen en kreeg zelfs een kopje koffie... en die dozen werden neergezet en je kon weer naar huis. Op dat moment is eigenlijk al wel duidelijk... dat de actie van Nederlands Hoop niet zou gaan veranderen. Maar het duo doet nog wel een laatste poging. Uiteindelijk hebben we nog op Schiphol gestaan... dat we ze ook aan de gênante kanten... het was een laatste poging om te voorkomen dat ze zouden gaan... We hadden daar in die hal nog een beetje trammeland willen maken. Zodat ze niet van hun familie afscheid konden nemen of zo. Ook die laatste actie op Schiphol had geen effect. Oranje stapte op het vliegtuig naar Argentinië. En misschien was dat maar goed ook. Want vaak wordt er gezegd over een toernooi in zo'n omstreden land... dat het ook een positief effect heeft op de mensenrechten situatie. En in dit geval is dat waarschijnlijk ook zo. Ik liet je net dit beeld zien. Een uniek shot, gedraaid vlak voor het WK begon. Je kan het je bijna niet meer voorstellen, maar toen kon nog niet iedereen zo even een filmpje maken met zijn telefoon. En daarbij, cameraploegen werden tegengewerkt. Maar toch wist de VARA deze beelden te maken en naar buiten te smokkelen. Het ging de hele wereld over en het maakte het verdriet in één klap zichtbaar. 40 jaar later, in 2018, ging Andere Tijden Sport samen met oud-internationals Ernie Brands en Arie Haan terug naar Buenos Aires. Een pequeño grupo que estaba en la plaza el día del inicio. Nadie nos conocía, nadie hablaba de nosotros, ni siquiera del asesinato de las madres. Y ustedes hicieron que el mundo nos conociera. Así que compañeros, en nombre de nuestros 30.000 hijos, muchas, muchas, muchas gracias. Viva!
van los holandeses más que Holanda. Gracias. Gracias. Todas las partes se nos han cerrado las puertas. Por eso les rogamos a ustedes, les rogamos a ustedes, son nuestra última esperanza. Por favor, ayúdennos, ayúdennos, por favor. Son nuestra última esperanza. De beelden zorgden er dus voor dat deze vrouwen zich gezien en gehoord voelden. En dat was zonder het WK misschien wel nooit gebeurd. Het Nederlands elftal ging dus naar Argentinië en het haalde daar zelfs de finale. Die werd alleen wel verloren met 3-1 van het gastland. Maar er was een moment toen het nog gelijk stond dat Oranje even mocht dromen van het kampioenschap. Alleen de bal belandde op de paal. Die paal. Rente Brink tegen de paal. Rente Brink tegen de paal in de slotfase van deze wedstrijd. Het WK voetbal van 1978 dus. Bekend om die bal op de paal en om bloed aan de paal. Dit was het WK voetbal van 1978 in onze serie Omstreden Toernooien. Vergeet niet te liken en te abonneren. En tot de volgende.